De Nederlander met de Surinaamse roots, Angelo de Wit, heeft afgelopen zondag bij de Academy Awards een Oscar ontvangen voor de best special effects in de film Jungle Book. Een Oscar is de belangrijkste filmprijs van Hollywood. De Wit is in Nederland geboren, maar zijn roots liggen in Suriname. In een interview met RTL Boulevard vertelt hij wat zijn bijdrage is geweest aan de film Jungle Book. Bij Jungle Book was ik een senior compositor. Dat betekent dat ik alle beelden aangeleverd krijg. Dus denk aan aapjes, denk aan bomen, explosies en rook. En dat moet ik allemaal samenvoegen als één geheel. En dan lijkt het alsof het echt zo is gefilmd. En dat moet geloofwaardig zijn. Dus wat we doen in de film is alles wat niet kan, dat maken wij. Angelo de Wit, die bij de Academy Awards een Oscar won. Herstel. De Wit is ooit bij de Nederlandse Filmacademie afgewezen, maar heeft zich daardoor niet uit het veld laten slaan. Hij schreef zich daarna in op de Vancouver Film School in Canada. De Wit geeft aan wat er door hem heen ging toen de film werd uitgeroepen tot winnaar. Jungle Book werd wel maanden gespeculeerd van ja, dat wordt een grote winnaar. Maar ja, die anderen deden ook mee. Ja, Star Wars. En ja, dat is natuurlijk echt Star Wars. En dan is het zover. De bekendmaking. The Oscar goes to The Jungle Book. Angelo is apetrots op zijn creatie. De acteur die de nominaties deed, die maakte het over. En hij noemde onze namen. En ja, we gingen staan, juichen. En we waren gewoon echt heel blij. Angelo de Wit, die bij de Academy Awards afgelopen weekend een Oscar won voor de best special effects in een film.